Maatschappijleer 1, hoofdstuk 6, paragraaf 3. Strijd tegen geweld. Oppakken, vervolgen en straffen. Als je in Nederland wordt gearresteerd voor bijvoorbeeld vechten, dus voor geweld, dan word je gearresteerd door de politie en die maken een procesverbaal. Dat procesverbaal gaat naar justitie, waar de officier van justitie bepaalt wat hij er verder mee gaat doen. Als je vindt dat je voor de rechter moet komen, dan moet je naar de rechtbank gaan. Als je eenmaal voor de rechtbank verschijnt, krijg je daarbij een advocaat die je bijstaat in je rechtszaak. Ten slotte doet de rechter een uitspraak waarin wordt gezegd of je schuldig of onschuldig bent. Het strafproces. Het strafproces draait dus om de vraag of je schuldig of onschuldig bent. De rechter kijkt daarbij naar de omstandigheden waarin het is gebeurd, naar je leeftijd en je achtergrond, en de situatie waarin het is gebeurd, want misschien was je wel ontoerekeningsvatbaar, doordat je voor onder invloed was van bepaalde verdovende middelen, of om een andere reden. Van geldboete tot TBS. In Nederland zijn 50% van alle uitgesproken straffen gevangenisstraffen, 25% geldboetes en 25% taakstraffen. Dit geldt dus alleen voor de gevallen die voor de rechter komen. Geldboete, gevangenisstraf en taakstraf zijn dan ook de drie hoofdstraffen die wij in Nederland kennen. Jongeren. Jongeren krijgen vaak te maken met bureau HALT. HALT staat voor het alternatief. Het is dus een alternatieve manier van straffen, zodat jongeren niet gelijk voor de rechter hoeven te komen. Maar hoe vaak wordt eigenlijk HALT voorgeschreven en waarom? In 2010 werd er bijvoorbeeld in totaal 17.315 keer een HALT-straf gegeven. De reden waarom ging om algemene veiligheid, baldadigheid, openbare orde, schoolverzuim, vermogensdelicten, vernieling, vuurwerkdelicten enzovoort. Maar treedt de overheid harder op tegen criminaliteit en geweld? De roep vanuit de maatschappij is om gestoorde misdadigers levenslang op te sluiten. Die roep wordt steeds groter. De overheid richt echter de laatste tijd zijn beleid vooral op heropvoeding, waarbij TBS bijvoorbeeld ook een belangrijke rol speelt. De overheid kan echter ook kiezen voor bijvoorbeeld preventie of luisteren naar de maatschappij en hardere straffen gaan geven. Voorlichting en meer. De overheid geeft ook voorlichting over geweld. Dat doen ze in allerlei campagnes, zoals bijvoorbeeld Meld Misdaad Anoniem. De overheid zet de laatste jaar steeds meer politie in, waardoor het veiliger op straat wordt. En ze kiezen steeds vaker voor een hardere aanpak voor criminaliteit.